Zei ze vroeger tegen u, mejuffrouw de Hoog? Zei ze toch vroeger, mejuffrouw de Hoog, zei ze vroeger toch? Ja, toen ik nog niet getrouwd was. Ja. Ja. Want ze zijn bij nooit geen voornaam, hè? Nee. Jij bent nog 10 jaar jonger. En u bent? Jean van Beckhoven-Omen. Beckhoven-Omen. Oh, echt Oosterhuis. Echt Oosterhuis. En wat had u te vertellen over Koekfabriek de Hoog? Nou, ik heb er een jaar of 6 of 8 op kantoor gezeten. Leuke tijd gehad. Ik heb op de kinderen gepast, wel eens. Ja, ik zat op kantoor bij de Hoog. En dan vroeg meneer Wim wel eens, een andere man, die kan op de kinderen passen. Maar we hadden 7 kinderen. Sint-Ulfusstraat 10. Ja. Dat goed. En dan zei mevrouw de Hoog. Ze zei, ik heb de zakdoeken, alles wat ik gestreken heb, op de stoelen gehangen. Dan hoef ik ze niet op te vouwen. En dat was natuurlijk voordelig met de stoelen. Ja. En dan ging in die zakdoeken en alles opvouwen. Zo, ja, maar dat was ze. En dat zijn allemaal de herinneringen. Ja. Dat was heel leuk. Ja. Dan ben je ook wel een beetje op leeftijd. Ja, als ik dat zo wil noemen, ik ben 88. 88? Niet zeker hoor, neem het op. Niet zeker hoor, neem het op. Oh, dat mag rustig. Ja. 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 En ik zei, dat is toch een klein manneke. Ja, die heeft hier zijn steen gelegd. Ja, kijk hier. Brokkenplooi. Ja, die foto staat in de brokkenplooi. Brokkenplooi, weet je wel. Ja. Kijk. Kijk, daar heb ik ook al een punt meegemaakt. Ja, hier ergens sta ik ook bij. Ja, dat is heel snel. Deze is zo verschrikkelijk snel. Wat is het hier? Ja, die foto ken ik hier wel. Ja, dat was de architect. Kees de Delver. 28. Ja. En daar bent u? Daar ben ik. Ja. En dat is tante Lies, de vrouw van oma Herman. Aha. En dat is Piet en Maria. Zo. En dat is Harry. Dat is Harry, die naar Amerika en naar Nieuw-Zeeland. En dit is dan Bernard. Dat is Bernard, ja. Harry heb ik nooit ontmoet. Nee, dat zal niet, want dat is door de oorlog. Ja, die is al vrij snel verdwenen, hè? Ja. Ja, die was militair, hè? Oh, oké. Okay. Dus die moest naar Indië. Ja. Ik heb wel in thuis nog een brief liggen van hem. Oh, schreef hij een heel stuk over de familie. Ja. Kijk, oom Herman, en dat is jouw opa. Dat is Jan. Ja. Ja. Dat is dan Heer om Jo. Ken je die ook nog? Nee, die ken ik niet, maar daar heb ik wel foto's van. Ja. Ja. En hier... Die staat dan ook weer in het jubileumboek. Ja, ik weet niet waarom dat oma Wim er nou niet bij stond. Nee. Ik denk dat die het was. Maar die kunnen zijn hoofd is eraf. Ja. Nou. Stond te hoog. Ja. Hij stond te hoog, stond meneer te hoog. Ja, en dit Nee. Kloppenborg. Nee. Wat was die? Vertegenwoordiger. Oh, okay. En die woonde in Breda. Ach, ja. Ik dacht dat je die ook kende. Nee. En dit is dan Piet weer. Hè? Piet. Ik ken wel andere vertegenwoordigers van latere datum. Oh ja. En oma Herman is dit dan. Ja. Dus, zo. Ja. Nou, toch leuk om te hebben. Hè? Ja, kijk, dit is Van de Brand. Ja, die staat ook in de Brand. Ja. Ja, dat was een flinke brand. Ja, ik weet het wel. Ik was toevallig, die was 5 mei, dus ik was in Oosterhout en 6 mei is die brand uitgebroken. Dus, en onze meubels stonden daar op de zolder. En, want het was in de oorlog, dus ze moesten ergens verplaatsen. Dus ik was ontzettend bang dat het ook allemaal mee ging. Maar dat is niet gebeurd. Nee. Oh, nou gelukkig. Ja. Kijk, ziet u nu, dat zijn zo die amateurfoto's. Ja. En dit is dan dat de... Dat was wel een mooie auto. Ja, die van overwind. Van overwind. Oh, kijk. Ja.
Dit was het een nieuw stuk dat er aangebouwd is. Dat is het kantoor. Daar stond zij, weet je dat nog? Weet je dat nog? Dat nieuwe stuk dat er aangebouwd is na de brand. Een beetje draaien. Kun je eens kijken? Ja. Ik zag jou later komen. Ja, toen ik daar begon, in 1964, stond dat al helemaal leeg. Oh, die hele rechte vleugel stond leeg. Ja, weet het niet, hoor. Alleen in het begin was nog een stuk opslag. Die auto ken ik wel. De auto is van Wim, denk ik. Ja. De auto van Oom Willem. De auto is van Wim. Van mijn man. Wim. Ja, zei ze. Ja. Ik zei die auto. En hoe is het met de meisjes? Goed, hoor. Ja. Ja. En met Jan? Ja, ook goed. Ja. Maar die had willen komen. Ja. Maar ze denken een griep of hij hoest verschrikkelijk. En hij zei, ja, dat kan ik niet komen, want dan steek ik iedereen aan. Dus. En hoeveel kleinkinderen heeft u? Hoeveel kleinkinderen? 7. Oh. Maar een stuk verder, 8 kleinkinderen. Hoe oud? Dat komt de 10e. Oh, 10. En ze hebben nog steeds in Luxemburg. Dan moest ik over. En dan kon er lekker een vingertje onder die chocolade gordijn duren. Oh, dat is heerlijk. Zegt de ouder. Nou, als er niet genoeg werk was op de koek, dan gingen we naar de Nova toe. Ja. En dan kwam er aan de chocolademachine te staan. Er was zo'n chocolade gordijntje. En dan gingen we er met onze vinger onderdoor. Lekker, lekker. Oh, ja. Allemaal afsnoepen. Heerlijk. Het allerbeste. Ja. Ja. Ik ga elkaar naar huis. Ja, ja. Dat heb ik het allerbeste. Veel en zien we elkaar misschien nog wel eens. Kom maar eens. Zoals gesteld. Ja. Ja. Als je daar zin in hebt, kan dat altijd. Volhouden maar. Hè. Ja. Ja, daar hoop ik. Maar, het is toch al een tijd geleden. Ja. Of je moet heel jong zijn geweest. Ik was 14,5 toen ik ging naar werk. Ja, 14? Ja, op mijn 16e heb ik daar gewerkt dan bij de hoek. Maar dat kreeg ik een ontslag. Toen de fabriek hier gesloten werd in 1979, toen ben ik bij een suikerwerkfabriek in Bergen-op-Zoom terechtgekomen, waar mijn vader connecties mee had. Ja. En daar is ook de NOGA-afdeling naartoe gegaan. En binnen een jaar stond Red Band uit Rozenaal op de stoep. En die zei, we gaan jullie boeltje overnemen. We laten het nog 5 jaar open. En daarna verhuizen we alles naar Rozenaal. En dat is dus gebeurd. En na 5 jaar ben ik in Rozenaal gaan werken. Welk fabriek was dat in Rozenaal? Red Band. Red Band, tegen spoorlijn aan. Red Band, ja, in de spoorstraat. Langs de spoor. Hoe is je naam? Nini de Vries. Het geboortejaar? 1934. En ik ben van 46. 1946? 1946. Ik ben nog hartstikke jong. In mijn ogen wel. Ja, zeker. Vergeleken bij mijn tante. Ja. En die was de zoon van? Die was de zoon van Tondo. Tondo. Ja. De Jap Tau. Ja. 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 Ja.